Dag lieve mensen allemaal, welkom hier bij onze nieuwe aflevering en vandaag ga ik het hebben met jullie over emotionele verwaarlozing. Op welke manier heeft dat impact naar ons volwassen leven toe? En een vraag die ik heel erg veel gesteld krijg is ook de volgende. Van hey Christa, ik heb het niet zo gemakkelijk gehad in mijn jeugd met mijn ouders, maar ik heb er nog steeds contact mee met hen. Dus op welke manier, ja, kan ik op een veilige manier in verbinding blijven met hen? En dat is inderdaad een super interessante vraag. En heel belangrijk om daar effectief eens even op in te duiken. Wat je ervaart bij emotionele verwaarlozing. Ja, als volwassenen zien we dat als een donkere wolk terugkomen wat onze relaties betreft. En relaties ook weer hier. Als jullie mij al een tijdje volgen, weten jullie heel goed dat wat ik bedoel met relaties is dat dat op vlak van liefde is, vriendschap, maar ook op werkrelaties. Dus iedere soort connectie, iedere soort relatie die jij aangaat, ja, dat verloopt misschien niet altijd moeiteloos of in flow of je ervaart er makkelijk worstelingen in. En dat is wat we echt bedoelen met het hangt als een donkere wolk boven al jouw relaties. Je hebt te begrijpen dat de eerste relatie binnen in jouw leven, dus die met jouw ouders, ja, dat is de relatie die in wezen voor de rest van jouw leven, ja, dat heeft een bepaalde invloed. Nu, het goede nieuws is dat jij jouw relaties echt wel kan transformeren naar een liefdevolle verbinding, een respecterende verbinding, een waarderende verbinding. En dat alles staat of valt met, ja, het herstellen van de relatie op de eerste plaats met jezelf. Want we merken dat als je een verwaarlozing hebt ervaren in je jeugd. En ja, hier komt hij nu even. Wat is dus emotionele verwaarlozing? Want dat ziet er op ieder zijn manier allemaal heel verschillend uit. En in de basis komt het erop neer dat wanneer jij als kind niet voldoende ruimte hebt gekregen bij jouw ouders om jou zichtbaar te mogen opstellen, jouw stem te mogen laten horen, jouw mening te mogen uiten. Dus het stukje jezelf gezien voelen, gehoord voelen, gewaardeerd voelen, je mag er zijn, steun ontvangen, support ontvangen. Allemaal dit, wanneer je dat als kind niet voldoende hebt ervaren, wanneer je die ruimte niet hebt ontvangen, dan spreken we al over emotionele verwaarlozing. Het zit hem in het woord ook. Emotioneel. Werd er voldoende verbinding gemaakt met jouw emoties, met jouw gevoelens? En wanneer wij opgroeien met een gebrek daaraan, dus wanneer wij ervaren dat onze emoties te veel zijn, of ze worden als lastig ervaren, of als problematisch, of ze worden genegeerd, dat is ook een heel belangrijke, komt ook heel erg vaak voor. Ja, dan worden we met die emoties en gevoelens in wezen alleen gelaten. En op dat moment, wanneer onze gevoelens niet die ruimte ontvangen hebben zoals ze er zouden moeten zijn, wel, vanaf dat moment, dan laat dat op zichzelf een litteken achter.
En dat is dus exact de reden waarom we heel erg vaak ervaren als volwassenen. We zien dat zeker heel fel terugkomen wat onze liefdesrelatie betreft. Dat is de relatie die het meest dicht bij ons staat. En dat is de relatie die ook, ja, een relatie waarin er ontzettend veel gespiegeld wordt. Wat we merken is dat als je opgegroeid bent en je hebt een emotionele verwaarlozing ervaren, dan heb je heel erg vaak moeite met het stellen van jouw grenzen. Dan heb je de neiging om de ander zijn behoefte en zijn gevoel voorop te stellen, omdat je dus in de bron hebt geleerd dat dat belangrijker is dan jouw eigen gevoel. Dus als ik de vraag krijg van oké, Christa, ik heb nog altijd contact met mijn ouders en dat is geen fijn contact, op welke manier kan ik daar een bepaalde rust in vinden? Wel, dan heb je twee dingen echt te doen. Je hebt op de eerste plaats te leren dat jouw gevoelens, jouw behoeftes, jouw verlangens, jouw wensen er mogen zijn. Je hebt jezelf te leren erkennen daarin, jezelf te leren zien. En dat is een heel erg belangrijk stukje. En dat is een stukje dat vaak, dat zie ik in de praktijk ook, dat vaak toch een bepaalde weerstand oproept. Ofwel komen we een emotie tegen dat schuldgevoel oproept. Ofwel voelen we in onze energie dat onze strenge vader of strenge moeder nog altijd met haar vinger klaarstaat om jou, ja, letterlijk en figuurlijk de les te spellen. Ik ben zelf opgegroeid met een moeder die mij constant doorgaf en liet weten dat, ja, dat het op een ander nog 10 keer erger was. Dus ik had ook echt het geloof en de overtuiging van oké, ik zal maar blij zijn met wat ik hier heb, want het kan nog 10 keer erger. En dan is dat echt een heel lang proces alvorens jij dus kan ontdekken en dus kan erkennen dat er bepaalde dingen misschien niet echt oké waren. En vanaf dat moment, dan pas begin je verbinding te maken met je eigen gevoelens. Wanneer je voor jezelf kan uitspreken, dit was niet fijn, dit heb ik gemist als kind, dit had ik zo graag willen. Vanaf dan leer jij jezelf te zien. Jouw gevoelens, jouw behoeftes krijgen dan ruimte. De ruimte die ze destijds niet hebben gekregen. Dus dat is één heel erg belangrijk punt. Wat we ook heel erg vaak zien, zijn twee thema's die heel makkelijk terugkomen binnen in jouw leven. Wanneer je ook hebt ervaren dat jouw gevoelens er niet volledig mochten zijn. En dat is teleurstelling of woede. Je hebt het gevoel dat dat iets is, die twee emoties, dat dat net is alsof het jouw hele leven blijft terugkomen. Je bent teleurgesteld in andere mensen bijvoorbeeld. Of je voelt vaak of makkelijk woede. En dit komt ook allemaal uit de onderstroom, de lagen van in de basis. Ik voel mij niet gezien, ik voel mij niet gehoord, ik voel mij niet begrepen. En het zou zelfs mogelijk kunnen zijn, hoogstwaarschijnlijk, dat je daar zelf een bepaalde sabotage in neerzet. Dat is vaak een blinde vlek. Want hoe gezonder jij de relatie met jezelf maakt, ja, des te gezonder kan je ook gaan verbinden met anderen. Dus je ziet, dat is zo'n reis, lieve mensen, dat om gigantisch veel lagen vraagt en beweging vraagt.
Ja, er wordt zoveel aangetikt. Echt enorm veel. Dus alles staat of valt met een vorm van zelfliefde ook. Wanneer jij jouw gevoelens kan leren erkennen, wanneer jij ze ruimte kan geven, wanneer jij jezelf kan losmaken van schuldgevoel of schaamte daar ook in, dan activeer jij een diepere vorm van zelfliefde en vanaf die vorm wordt het mogelijk om jouw grenzen te gaan bepalen. Dat is dus het tweede stukje wat je in dit hele verhaal hebt te doen. Als we de vraag krijgen van oké, Christa, ik heb nog contact met mijn ouders, wat doe ik daarmee? Eerst voor jezelf leren, hoe zien mijn gevoelens eruit? Hoe zien mijn emoties eruit? Wie ben ik in wezen ook volledig? Wanneer dat helemaal helder wordt, vanaf dan ben jij in staat om te leren groeien wat het betekent om jouw grenzen te kunnen stellen. En dat verloopt echt in verschillende fases, want je hebt dat dan nog uiting te geven. Je hebt dat nog te leren expressief te vertalen. Ook weer op een gezonde, liefdevolle manier. We hoeven daarvoor niet per se in strijd te moeten gaan. Want dan zitten we ook weer in een bepaalde overlevingsstrategie te bewegen. Dus het accepteren van je basisbehoeften. En we hebben dit als ieder individueel mens, onze basisbehoefte ziet eruit. We willen in de basis allemaal gezien worden, gehoord worden, begrepen worden, gevoeld worden, gewaardeerd worden. Dat is voor ieder mens een basisbehoefte. Wanneer we dat kunnen accepteren, erkennen en het ruimte kunnen geven, dan kunnen wij onszelf meer en meer beschermen tegen teleurstelling, tegen pijn en ook tegen woede. Dan zijn dat allemaal emoties die veel meer gestretched worden en waarom je veel meer innerlijke rust zal kunnen ontvangen. In de volgende aflevering ga ik hier ook nog wat verder op door en dan ga ik 3 uitdagingen delen waarin je emotioneel verwaarlozende ouders hebt. Welke 3 grote uitdagingen kom je dan tegen? Het is ook heel interessant om daar weer eens even wat dieper op in te duiken. Dan wens ik jullie voor vandaag nog een heel mooie, inspirerende dag toe. Hebben jullie hier vragen over? Mogen jullie mij altijd mailen of een reactie achterlaten? Dan beantwoord ik dat altijd met heel veel liefde. Tot later weer. Ciao!